Nou, het is goed omdat de mensen hier jaren wonen. 10, 20, 30 jaar kinderen geboren. De mensen zetten hun kracht hier, hun suite in dit land. En uiteraard, laat me ook zeggen, dit is het enige land dat zoveel tolereert ook hoor. Laat me voorop stellen. En ik hoop niet dat men misbruik van gaat maken. Maar wij moeten deze mensen tegemoetkomen. Het is een humanitair, sociaal-humanitair factor waarmee we rekening moeten houden. En wij gaan zien, zo snel mogelijk als het kan, deze zaken in orde te maken. Maar we zijn al heel ver. Het kabinet heeft hier werk gedaan, de registraties opgestuurd. Paramaribo heeft het werk gedaan, de lijst is eruit. En ja, aan de hand daarvan gaan we verder. Maar ik denk dat in deze regeerperiode alles recht getrokken wordt. Sowieso.